Ik ben Monique Stevens, obstetrieverpleegkundige op afdeling moeder in het Maasziekenhuis in Boksmeer. Ik ga jullie iets meer vertellen over pijnstilling tijdens de bevalling. Pijnstilling wordt meestal gegeven in het ziekenhuis, maar pijnstilling is niet altijd nodig. Zelf kun je ook de pijn verlichten door een kruik te nemen, een warme douche of een tensapparaat. De douche of het bevalbad kunnen heel veel verlichting geven tijdens de bevalling. Hier in het Maasziekenhuis hebben we de beschikking over 2 bevalbaden. Mocht je daar gebruik van maken, geef het op tijd aan je verloskundige. Dan kunnen wij hier in het Maasziekenhuis het bad gereed maken. Het bad kan je heel veel verlichting geven, geef je meer bewegingsvrijheid, lekkere warme water en het maakt je buik en je lichaam wat lichter. Het helpt je meer ontspannen en ja, je kunt er ook in bevallen. Soms kan de bevalling net iets anders verlopen dan je zelf had verwacht. De pijn kan heviger worden of je raakt uitgeput. Op dat moment kun je kiezen voor pijnstilling. Je gaat dan naar het ziekenhuis en je krijgt dan een infuus. Je kindje wordt dan nauwlettend in de gaten gehouden door middel van een CTG. Zodra we dat allemaal hebben aangesloten, komt de verloskundige bij je van het ziekenhuis en dan gaan we kijken welke pijnstilling het beste bij jou past. Epidurale pijnstilling ofwel ruggenprik is de meest effectieve manier van pijnstilling. Een ruggenprik is altijd mogelijk en wordt gegeven door de anesthesioloog met behulp van de anesthesiemedewerker. Voordat je de ruggenprik krijgt, maken we eerst een hartfilmpje van de baby. Ook krijg je een infuus met vocht. Het prikken van de ruggenprik gebeurt waar mogelijk tussen de weeën door. Je moet dan even heel stil zitten op de rand van het bed. De anesthesioloog desinfecteert eerst de rug en zoekt dan het juiste plekje om de ruggenprik te plaatsen. De huid wordt eerst verdoofd. Dit is een kort maar gevoelig prikje. De verdere procedure voelt over het algemeen aan als duwen en drukken. Als de ruggenprik geplaatst is, controleert de anesthesioloog door middel van verschillende testjes of de ruggenprik op de juiste plek zit. Het CTG, waarmee we de hartslag van de baby bewaken, blijft de verdere bevalling aan. Zodra de ruggenprik is geplaatst, moet deze goed inwerken en zich verdelen over je onderlichaam. Je krijgt daarom in het begin instructies om in halfrecht opzittende houding aan te nemen. Als de ruggenprik is geplaatst, werkt deze meestal binnen 15 tot 30 minuten. Omdat je door de werking van de ruggenprik minder goed je onderlichaam voelt, heb je ook minder gevoel over je blaas. Daarom is het belangrijk dat wij een katheter gaan plaatsen. Dat geeft ook meer ruimte voor je kindje om in te dalen. De ruggenprik geeft je meer rust en ontspanning en ja, daardoor kun je ook beter je bevalling door. De ruggenprik zorgt ervoor dat je minder pijn gaat voelen of geen pijn meer. Soms kun je wat druk ervaren. Dit is heel normaal. Het is soms ook wel fijn om te weten wanneer je een wee hebt. Op het einde van de bevalling kan het soms zijn dat je die druk meer en meer gaat ervaren, omdat je kindje wat dieper komt. Deze druk is belangrijk voor de uitdrijving van je kindje, zodat je goed kunt persen en weet waar je naartoe moet persen. De ruggenprik blijft zitten tot na de bevalling. Tot die tijd krijg je continu de pijnstilling toegediend. Remifentanil is een morfineachtige pijnstilling. Indien je kiest voor remifentanil, krijg je een infuus. Ook bewaken we in de tussentijd je baby minimaal een half uur voordat we de medicatie starten. Remifentanil werkt zeer snel, maar is ook snel uitgewerkt. Het medicijn zorgt voor minder pijn, geeft rust en je wordt er wat slaperig en suf van. Je dient het medicijn zelf toe door middel van een pompje. Je krijgt een knop die beveiligd is, waarmee je jezelf een veilige dosis pijnstilling kunt geven. Soms zijn vrouwen zo ontspannen dat ze even vergeten door te ademen. We houden je goed in de gaten.
Het medicijn komt via de placenta bij de baby terecht. Dit is ook de reden waarom het CTG tijdens de verdere bevalling aanblijft. Maar net als bij moeder werkt het medicijn ook bij het kindje snel in en ook snel weer uit. De werking van het medicijn neemt na enkele uren af en is daarom minder geschikt om te gebruiken tijdens een bevalling die nog enige tijd gaat duren. Als het persen begint, zetten we de pijnstilling stop om problemen bij het kindje te voorkomen en om ervoor te zorgen dat je alert blijft tot het einde van de bevalling. Petidine is een morfineachtige stof. Deze wordt toegediend door middel van een spuit in je bovenbeen of in je bil. De werking is maar 2 tot 4 uur. Het werkt goed, je wordt er wat suffer van en het neemt de pijn wel een stuk weg. Soms is dit niet voldoende en dan kunnen we beter een keuze maken voor een andere pijnstilling. Ook komt deze pijnstilling bij je kindje terecht via de placenta en kan je kindje daardoor wat suffer zijn. Spinale pijnbestrijding wordt ingezet bij een keizersnede. Bij spinale pijnbestrijding voel je niets meer vanaf je middel. Dit maakt deze vorm van anesthesie zeer geschikt voor een operatie zoals een keizersnede. Ik hoop dat je een goed beeld hebt gekregen van de verschillende soorten pijnstilling. Heb je hierover nog vragen? Stel deze dan aan je verloskundige of aan de gynaecoloog. We wensen je bij deze nog een hele fijne zwangerschap toe. En wie weet, tot ziens.